Het ministerie van Bibis informeert via een persbericht dat de Surinaamse ambassade in India bezig is met de autoriteiten in Sri Lanka over de Surinaamse staatsburger N. Yabini, die daar is aangehouden. In een persbericht geeft het ministerie aan dat er een verzoek is gedaan voor consulaire toegang, zodat polshoogte genomen kan worden van Yabini's fysieke en mentale gezondheid. In dit stadium is er nog geen sprake van een rechterlijke uitspraak en wordt er daarom door het ministerie een beroep gedaan op de samenleving de informatie met betrekking tot deze casus van de bevoegde autoriteiten af te wachten om zodoende onnodig ongerief te voorkomen voor de familie en haar naasten. Op het ministerie van LVV is er gisteren een hydrocultuurtraining verzorgd in het kader van het project Landbouw Concurrentievermogen van de IDB. Hydrocultuur is het kweken van planten in water waaraan noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd. Dit project heeft tot doel het ministerie van LVV te ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten gericht op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van de landbouw in Suriname.